Ja, als het over auto's gaat, kun je mij dus alles wijsmaken. Het enige wat ik weet is dat er een paar lampjes in de auto gaan branden en dat er dus iets mis is. Bij autobedrijf Remco nemen ze alle zorgen uit handen. Zij repareren het, maar zorgen ook van tevoren dat je een soort van indicatie van de kosten krijgt. Zodat je dus niet schrikt van de prijs achteraf. Dat vind ik natuurlijk wel fijn. Hey Remco. Hey, ik heb een paar lampjes branden. Jij weet denk ik wel wat je daar moet doen, toch? Ja. Dat is een motorstoringlampje, dus daar moeten we even nakijken. Okay. Even uitlezen. Okay. Remco, het gebeurt me eigenlijk nooit dat ik binnenkom en gelijk een bakje koffie krijg en lekker kan zitten. Ja, dat is voor de gezelligheid en dan kunnen we het een beetje over de auto hebben. Waar hebben jullie het dan bijvoorbeeld over? Over de kosten van de auto en wat eraan gedaan moet worden. Maar dat weet je toch helemaal niet van tevoren? Nee, maar een indicatie kun je een beetje uitleggen wat er gaat gebeuren en wat de kosten zijn. Okay, dat is wel goed als je hem op moet halen, dat je niet voor verrassingen staat, denk ik. Dat klopt. Wat voor reparatie voeren jullie uit? APK, laswerk, airco service, bijna alles. Hoeveel monteurs heb je? We zijn namens de drieën. En ik hoop dat mijn jongens in het bedrijf kunnen komen. Maar die lopen af en toe met je mee? Die lopen af en toe op zaterdag met me mee. Nou zitten we hier natuurlijk tussen de auto's. Dat is niet voor niets, denk ik. Dit is de autohandel. Ik heb een beetje goedkope auto's vanaf 500 tot 5000 staan. Dus dat is een beetje wat ik doe. Okay. Dus. Nou, zullen we eens kijken hoe het met mijn auto gaat? Ja, zullen we dat even doen? Oké. Okay. Remco, wat ben je eigenlijk aan het doen? We zijn hem nu aan het uitlezen met de snap-on modus. Ja. En dan kunnen we de code vinden van wat de auto markeert. Oké, dus de auto vertelt jou wat er aan de hand is? Een richtlijn geeft hij. Oké, wat dus, geeft hij aan? Hij geeft nou een luchtmassameting storing aan. Oké, en dat zit? Onder de motorkap. Hmm. Dus gaan we daar even kijken. Oh ja. Daar zit de luchtmassameter, dus dan kunnen we straks even kijken wat het probleem is. Ja, hier ergens onder zit het probleem. Ja, daar al in de buurt. Nou zag ik dat je ook best wel veel jonge jongens hier hebt lopen, hè? Ja, dat zijn stagelopers. Die zijn monteurs in de opleiding, die jongens. Oké, dus een leerbedrijf. Een leerbedrijf ben ik. Nou zie ik ook hier mensen binnenkomen die geen auto bij zich hebben. Wat komen die doen? Nou, een bak koffie drinken of vragen om tips om een auto te maken. Dat kan ook. Dus dat is geen probleem. Zo'n sfeer hangt hier dus? Ja. Ga je nog wat doen? Ja, ik ga hem in elkaar zetten. Want het is ook heel gezellig, maar ik wil ook wel weer een keer de weg op. Ja, toch? Kijk, die stekker zit een beetje los. Dus die maken we weer even een beetje vast en dan is het klaar. Oké. Zo snel gaat dat dus. Nou, top. Ik ga het proberen. Oké. Doei.